Hallo allemaal, goeiedag. Het is weer zaterdag en vandaag gaan we niet aan de auto sleutelen, niet aan de hulk sleutelen, maar vandaag is het zo'n schoon weer buiten dat ik eigenlijk buiten wou filmen, omdat het een van de mooiste zaterdagen is van het jaar tot nu toe. Het leek dus fantastisch, dus ik kon dat ook perfect doen vandaag. En wat ga ik vandaag laten zien? Eigenlijk al het materiaal dat je nodig hebt om een dagje te gaan rallycrossen, of al het reservemateriaal wat ik meeneem, wat ik met mijn MR2 nodig heb. Punt 1, wat wij hebben, heel belangrijk, het belangrijkste, dat is de Mobilon. Waarom is dat zo belangrijk? In de Mobilon past alles van reservemateriaal en dat is alles wat we nodig hebben voordat je rallycross te rijden. En heel belangrijk, in de Mobilon kan ik slapen en me klaarmaken door de dag. Nu, wat hebben wij dan allemaal bij? Belangrijke dingen die je nodig hebt, is 1, reservemateriaal en 2, onderhoudsmateriaal. We zullen beginnen met het reservemateriaal. Deze drie kisten zijn eigenlijk al het materiaal dat ik nodig heb. In deze drie kisten zit eigenlijk al het reservemateriaal dat ik nodig heb voor een rallycrosswedstrijd te kunnen rijden. Hetgeen dat ik door de jaren heen geleerd heb, wat vaak kapot kan gaan aan de MR2 wanneer we contact hebben met andere wagens of wanneer ik bandenstapels of dergelijke raak, houd je dus zeker reserve moet bijleggen. En deze doos, opvangingsonderdelen. Dit soort armpjes van de achterophanging. Heel belangrijk, al verschillende keren stuk gegaan. Dus je hebt eigenlijk een stuk of 4 reserves bij. Dus 2 keer links en 2 keer rechts. Alles van remmerij, dus de remklauwen, de hoofdrempomp, heb ik ook reserve bij. Ik heb een heel aantal reserve remleidingen bij. Die ik altijd kan inkorten of op lengte maken. Als daar iets moet kapot gaan. Wat heb ik nog? Dus sowieso qua ophanging heb ik de volledige voor- en de volledige achterophanging bij. Dus alles van armpjes, wielagers, alles wat daarmee te maken heeft. Plus ook de 4 schokdempers waar ik verleden seizoen mee gereden heb. Om als reserve te gebruiken moest er iets aan mijn nieuwe schokdempers komen. Verder, qua remmerij heb ik alles bij. Dus remklauwen voor en achter, remschijven, remblokken, alles wat daarmee kapot kan gaan. En een dubbele zak kardanassen. Dus 2 keer de korte en 2 keer de lange kardanas. Gelijk verleden wedstrijd hebben we gezien dat dat kapot kan gaan. Zorg ik altijd graag dat ik dat een dubbel reserve bij heb. Dit is eigenlijk alles qua reservemateriaal van mechanische delen. Een ander heel belangrijk deel wat ik bij heb, dat is achter in de garage van de Mobilon. Zie je hetgeen liggen wat het meest kost bij het rallycrossen en wat ik ook altijd zeker genoeg moet bij hebben. Ik heb altijd een volledige set slicks bij, dat zijn de slickbanden, dus met een bepaalde groeven, geen full slicks. Maar het Europees gekende patroon, hetgeen wat het meest gebruikt wordt in rallycross, zodat je op tarmac een goede grip hebt en in het onverhard toch nog wat groeven hebt om attractie te hebben. Achterin zien we de regenbanden liggen, heel belangrijk. Wat neem ik typisch mee naar de cross? Ik leg 4 slicks op de wagen, ik heb 4 slicks reserve bij en dan heb ik 4 regenbanden bij. Dus eigenlijk al hetgeen dat je nodig kunt hebben, dat je als je banden kapot gaat en dergelijke, dat je wat reservemateriaal bij hebt. Naast het reservemateriaal aan de wagen hebben we natuurlijk ook nog een aantal producten nodig om de wagen door de dag te kunnen onderhouden. Dat is aan deze kant van het materiaal. Wat houdt dat zoal in? Ten eerste met verbruiksproducten. Remolie, motorolie, versnellingsbakolie, koelvloeistof, water voor ruitensproeiers en dergelijke bij te vullen. Reserve bougies, ik heb producten bij om te zorgen dat mijn water niet gaat aandampen, dat modder en dergelijke er makkelijk vanaf ligt tijdens het rijden. Een hele grote rol papier, een aantal reserve luchtfilters, doekjes, schuurpapier, natte doekjes, droge doekjes. Een hele doos met alle soorten boutjes en rondellen en moeren en dergelijke erbij gestopt. En dan het allerbelangrijkste wat je kunt hebben, dat staat hier. Kostenbandjes en duct tape. Zonder die twee dingen kunnen we niet gaan koersen. Die dingen die houden mijn auto aan elkaar.
vinden, wat heel belangrijk is. Dat staat hier natuurlijk, dat is benzine voor de wagen. Welke benzine? Ik heb een hulk gebruikt, dat ga ik niet vertellen. Maar wel dat ik elke cross ongeveer 30 liter oprij. Rallycross heb ik niet zo heel veel rijtijd, dus qua gebruik valt dat mee. Eén jerrycan per wedstrijd en een pompje om het veilig in de auto over te hevelen. Het volgende punt waar we bij komen, wat je echt, echt niet zonder kunt, dat zijn je sleutels, je gereedschap, je schroevendraaiers, je ringsleutels, je steeksleutels, je dak en jakken, je tangen. Eigenlijk alles wat je nodig hebt voor je auto in en uit elkaar te kunnen draaien in alle gangbare maten. Dit is het materiaal wat ik in mijn eerste 2 jaar gebruikt heb toen ik met de hulk reed. Eigenlijk een hele basic set steeksleutels en ringsleutels, schroevendraaiers. Echt goedkoop, goedkoop, low budget materiaal. Dit is bijvoorbeeld een hak en jak set. Ik geloof dat ik die eens gekocht heb voor 40 euro. Het is niet high quality, maar voor hetgeen dat je nodig hebt met rallycross, heeft het eigenlijk een paar jaar goed voldaan. Nu, het is geen hoogkwaliteitsgereedschap, dat voelt goed, dat verslijt sneller, dat gaat roesten en dergelijke. Maar ik heb het daar eigenlijk 2 jaar goed mee kunnen doen. Wat heb ik sinds dit jaar, en ben ik heel, heel, heel blij mee, is dat ik deze materiaalkist gesponsord heb gekregen van Tanktools. Tanktools is een premium, dus een aanmerk van Zweeds gereedschap. Wat vind ik hier eigenlijk allemaal terug in die kist? Allereerst een aantal opbergvakjes voor losse schroeven, boutjes en dergelijke. Of zaken die je moet bewaren voor je auto, die eigen zijn aan uw auto, maar niet eigen aan je materiaalkist ligt. Tweede laai, zak en jakken in 3 verschillende maten. Ook bijbehorende dopjes, lange doppen, korte doppen, koppelstukjes, schroevendraaiers. Eigenlijk het hele arsenaal van tanktools wat je nodig hebt op dat gebied. Tweede laai, inbussen, torx, steekring en steeksleutels. En nog een steekring, als we op het einde een rak en jak hebben. Dat is heel fijn materiaal. Voor zaken waar je moeilijk aan kunt, want dat je geen zin hebt om die sleutel te verzetten, kun je dat zo allemaal fijn losdraaien. Derde laag, dat zijn een schroevendraaier, een platte en een kruisschroevendraaiers. Heel fijn materiaal. En nog eens een torx-schroevendraaiers. Dan, heb ik sinds dit jaar opgepakt dit, een elektrische bolonneur. Dit is een budgetmodel wat toch wel voldoet en ik enkel aan heel bewaren voor de wedstrijden als ik ze ga rijden. Zo kun je eigenlijk met budgetmaterialen toch een heel seizoen trekken. Het liefst had ik natuurlijk een elektrische slagmoersleutel van een bekend merk, maar deze kost eigenlijk 1/5 wat de andere merken kosten. Maar voor de rallycrossen, die paar wedstrijden, die 8 wedstrijden op een jaar, is dat eigenlijk al lang genoeg. Dan iets heel belangrijks. Wat zit hier? Een thermometer, een elektrische thermometer met een laser. En daarmee kan ik eigenlijk de temperatuur gaan meten van mijn banden. De midden en de twee buitenkanten, dus links buiten, rechts buiten en het midden. En zo kun je dus ongeveer op die manier je auto afstellen. Als je ziet dat je te weinig of te veel kammer hebt eigenlijk, of een rare slijtage ziet, kun je hiermee gaan uitzoeken hoe dat komt. Of je moet verkeerd staan, bijvoorbeeld je remmen werken niet goed, kun je meten of de ene kant veel warmer is dan de andere kant, weet je dat die klonslag is dat die blijft hangen. Dat je moet vervangen door ander materiaal wat je bij hebt. Dus een heel handig werkmiddel, de temperatuur, kun je eigenlijk heel veel mee meten en heel veel foute dingen mee opsporen. Dan, als laatste van dat soort materiaal, dat is mijn bandendrukmeter. Kijk, bandendrukmeters moet je niet op gaan besparen. Dit is een precisiemeter van het merk Wildcard. Ik gebruik nu al een paar jaar, ik ga ook maar tot 2 bar. Dan kan ik dus de band perfect per gram in afstellen. En dat is dus heel belangrijk, zeker in rallycross, dat je je bandenspanning goed kunt aflezen. En dat je ook een betrouwbare meter hebt, want vaak heb je meters die aan afwijkingen vertonen of die gewoon versleten zijn. De jongens blijven dat meepakken naar de rallycross en je gaat eigenlijk altijd je auto anders afstellen terwijl je het zelf niet door hebt. Dit is ook een meter die ik enkel alleen gebruik aan mijn rallycrosswagen. En ook regelmatig controleren dat hij nog altijd geëikt is, dus dat hij daadwerkelijk deus aan heeft. Dan als laatste hebben we dit materiaal nog. Dat zijn mijn vouwtentjes van Tanktools. Heel handig, vroeger had ik een tent met palen, kwam je op de rallycross aan en was je eigenlijk eerst een uur bezig met die tentjes op te bouwen eer je iets anders kon beginnen doen. Ook qua vervoer en dergelijke was dat zwaar en lomp en helemaal niet handig. Dit zijn vouwtentjes, dus die kan ik eigenlijk alleen op 5 minuten tijd heb ik ze allebei rechts aan. Ik maak ze vast aan de mobilom, ik rol nog de luifel van de mobilom uit en ik heb ongeveer direct een heel tentkamp staan.
waar je eigenlijk ruimte goed voldoende aan hebt voor een weekendje rallycross. Dus die zijn super handig. Dat was eigenlijk hetgeen dat ik vandaag te vertellen had. We hebben het dus gehad over ten eerste het echte reservemateriaal voor aan de wagen te werken. Ten tweede hebben we het gehad over het verbruiksmateriaal, dus olie en dergelijke, die ik nodig heb voor mijn wagen te onderhouden. Ten derde hebben we het gehad over het gereedschap dat ik bij heb. Al het gereedschap van Denktools, het gereedschap wat ik vroeger gebruikte en het gereedschap wat ik nu gebruikte. En dan als vierde mijn tentjes die ik nodig heb. En als vijfde, dus wat het allerbelangrijkste voor op rallycross te geraken. Wat we daar gebruiken, hoe we alles kunnen stallen en waar ik kan slapen deze weekendjes. En dat is de mobile home. Dat is eigenlijk hetgeen wat je nodig hebt. Ik heb het jaar eigenlijk gedaan met enkel wat tentjes en wat gereedschap. Dat gaat ook. Die mobile home is heel fijn, maakt het een stuk handiger. Maar ik denk niet dat als je wilt beginnen met rallycross, je dat eigenlijk allemaal nodig hebt. Want dat is toch wel een redelijke investering. En dan moet je zeker niet doen als je pas begint met die sport. Dan kun je beter bezighouden met belangrijke dingen. En zorgen dat je een goede wagen hebt en dat je fijn kunt rijden. Dat was het voor deze week, of toch voor vandaag, zaterdag. Ik ga deze week nog aan de Corolla werken. Ik ga daar enkele korte updates van plaatsen op mijn YouTube kanaal. Dus project A86 gaat beginnen vooruitgaan. Ik heb ook slecht nieuws gehad deze week. En dat is dat de volgende wedstrijd, die normaal in mei gepland stond, dat die afgelast is. Dat wil zeggen dat mijn volgende wedstrijd pas in juni gaat zijn. En ik nu dus heel veel tijd heb voor ook aan de Corolla door te doen. De hulk is eigenlijk zo goed als in orde, dus die mag eventjes blijven staan. Bedankt voor het kijken. Volg me op YouTube, volg me op Instagram, volg me op Facebook. Links staan in de omschrijving. MyRacingLife.be is ook live. DidierDexters.be en DextersRacing.be. Kunt je mij volgen, kunt je alles zien wat ik doe. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye. Lola.